doeltreffend proberen te viseren van onschuldige burgers, dat is een oorlogsmisdaad en dat is terreur. En dat geldt voor 7 oktober, maar dat geldt ook voor wat er sinds 7 oktober is gebeurd. En dus als we over terreur spreken, dan moeten we het ook over staatsterreur hebben. En wat er gebeurd is sinds 7 oktober, en met name de afgelopen 3 dagen, om 2,3 miljoen mensen te omsingelen, om die te bombarderen, om die zonder voedsel te zetten, zonder brandstof te zetten, zonder water te zetten, zonder communicatie te zetten, vervolgens te bombarderen, geen communicatie mogelijk te maken. Dat is een oorlogsmisdaad en dat is terreur. Ja. En Netanyahu zou moeten vervolgd worden door tribunaal van Den Haag voor oorlogsmisdaden. Men kan niet het ene veroordelen en het andere niet. En ja, moeten de leiders, politiek en militair, van Hamas ook dan veroordelen? Inderdaad, dat klopt. Alle oorlogsmisdaden moeten veroordeeld worden. En ik herhaal alle. Iedereen die burgerslachtoffers viseert in die oorlog. Maar op dit moment gaat het over het staatsterreur, de staatsterreur van Israël. En daar kan men niet rond. Want die oorlog is vandaag niet op 7 oktober begonnen. Dat heeft Nadia straks ook gezegd. Men is al langer bezig met de bezetting. Men is al langer bezig met een apartheidstaat op te richten. Men is al langer bezig met de kolonisatie. En nog één zaak in de westelijke Jordaanoever. Zij heeft dat ook gezegd. Nadia heeft het ook daarnet gezegd. In de westelijke Jordaanoever die bezet is, daar is geen Hamas. Maar daar is wel apartheid. Daar is wel kolonisatie. Er zijn wel raids gisteren nacht nog op de westelijke Jordaan. Er is geen militant van Hamas te bespeuren. Dus het gaat niet alleen over Hamas. Het gaat over een apartheidsregime, een bezettingsregime en een kolonisatie. En als het dan gaat over de Verenigde Naties en de 120 landen die vandaag of vorige week die resolutie hebben goedgekeurd, dan moeten we zien dat er vervolgens ook actie komt. Hè. Dus ik denk dat de kritiek op Europa is dat er niet genoeg gebeurt en dat Europa alleen maar met een morele vinger zwaait. En ik sluit wel een beetje aan bij wat er zo net is gezegd, dat als Europa alleen maar resoluties op papier tekent zonder economische sancties te nemen, dan verwijt men Europa 2 maten en 2 gewichten. Ja. Want we zitten nu aan het 10e sanctiepakket tegenover Rusland ten aanzien van de illegale inval in Oekraïne. Maar wat 104 resoluties van de Verenigde Naties betreft rond Palestina, gebeuren er geen economische sancties. En dat zijn 2 maten en 2 gewichten. Nee, vriend, in mijn jonge tijd, heel lang geleden, boycotten wij sinaasappels uit Israël. Ja. Ik denk dat het goed zou zijn om een vredesconferentie te organiseren. Ik denk dat het goed is om de stem van het Midden-Oosten mee te betrekken in dit conflict. Dat zal zeer nodig zijn. Maar er is één olifant in de Kamer die niet benoemd wordt. En dat is de positie van de Verenigde Staten. Mijn stelling is, en de stelling van veel mensen in het Midden-Oosten, dat wat Israël nu doet, die etnische zuivering, is alleen maar mogelijk door de backup van Washington. En de positie van de regering Biden in dit conflict is de olifant in de kamer. En we zullen niet alleen Netanyahu moeten veroordelen, maar ook Washington moeten veroordelen in dit conflict. Maar daarom denk ik dat het heel belangrijk is om toch wel de historiek van het conflict te zien. Hè? Want die oorlog is niet op 7 oktober begonnen. Nee, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft gelijk wat dat betreft. Hè? 16 jaar lang een compleet onhumane blokkade van Gaza van 2,3 miljoen mensen. 4 oorlogen in Gaza voor 7 oktober. 4.000 burgerdoden voor 7 oktober. Nu al 8.000 doden, waarvan de helft kinderen. Dus het is een ruimer conflict. En zonder de apartheidsdiscussie, en zonder de apartheid te beëindigen en de kolonisatie te beëindigen, zal dit niet eindigen.